Goedendag mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan er verder in Engeland, ronde nummer 10 van de kampioen van aflevering 11. Als je de vorige aflevering hebt gemist, dan zou ik die zeker even terugkijken, voordat je deze dus gaat zien. Ja, we moeten dus nu kijken voor een rivaliteit. En we gaan proberen Lucas Weber te verslaan. Dan krijgen we 10% extra respect. Ja, de R&D tree voor upgrades, er komt er al volgens mij eentje aan in Duitsland. De vorige race hadden we een podiumplek behaald, wat hartstikke top was. Ik hoop dat we deze nu kunnen voortzetten. Dat we nu de tweede podiumplek op rij kunnen pakken. We staan dus 10 in het kampioenschap met 27 punten. Volgens mij, als ik het goed zeg, hebben we 5 punten verschil met Sergio Perez. En we gaan dus gelijk door naar de kwalificatie voor de grote prijs van Engeland. Ik ben benieuwd wat voor de mensen kopen jullie ook. Ja, ik denk. Ja, top 10 start sowieso. P5, nee, ik denk P8. En we zullen zien. Here we are then, waiting for the green lights to get qualifying underway for the British Grand Prix. So, could be a tasty one today then, Ant. We've got all the ingredients, that's for sure. Treacherous conditions, an ever-changing racetrack, and one or two cars just behind the pace setters who maybe, just maybe, fancy a bit of an upset after a good performance from them in free practice. And the question has to be, of course, what is that circuit going to look like in 10 to 15 minutes from now? If you think the rain's going to get worse, then you have to be straight out when the lights go green to find whatever grip you can. But if it eases off, then you're better off waiting, saving the tyres, and going out at the perfect moment. The other thing that comes with these conditions? Traffic, and the lack of visibility that comes from sitting in the spray. It's going to be a constant problem, and I expect to see a lot of frustrated drivers with ruined laps out there today. Nou, de intro voor deze kost een enkele deze in. En ja, zoals je ziet, het regent hier dus. In Silverstone, in de race gaat het niet regenen, dan is het bebollet. Dan hoop ik dat, dat de baan wat opdroogt, dus dat hij sneller wordt. Dus ja, laten we kijken wat er gaat worden in deze kwalificatie. Ik hoop dat mijn teammaatje dus ook naar Q2 of Q3 doorstroomt. En je ziet het al gelijk. Het valt er gewoon met bakken uit de hemel. De banden zijn natuurlijk koud. De remmen zijn ook koud. En we hebben Kevin Magnussen voor ons, als ik dat goed zeg. Zeg ik dat goed? Is dat Kevin Magnussen? Nee, dat is George Russell. Sorry. George Russell rijdt dus voor ons. Sorry. En we moeten hier heel voorzichtig aan, want we kunnen hier de auto heel snel verliezen. Ons teammate is er dus ook al uit. We moeten voorzichtig rijden, want de AI rijdt in de regen heel voorzichtig. En je weet maar nooit wat ze gaan doen. En je ziet door de spray echt helemaal niks. Ik hoop dat dit een spectaculaire kwalificatie wordt. Inmiddels heeft Noord de snelste tijd laten noteren. 1 minuut 50.8. En wij komen nu op start-finish. En dan wordt een 1.49.6. En dat betekent dat wij op dit moment nu doorgaan naar Q2. Als het zo blijft. Maar dat wordt het dus niet. Want de snellere jongens, Vettel, Raikkonen en Leclerc. Raikkonen zit nu bij Ferrari. Hamilton, Bottas, Verstappen en Gasly. Die pompt nu allemaal die snellere ronden in. Dus laat maar. Ze zijn P2 en P3. Dus ze kunnen niet tippen aan mijn rondetijd. Interessant. Waar zit dan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas? In hun Mercedes'en. Wij zijn inmiddels naar de pitbox gegaan. En gaan we kijken waar ze dadelijk onze concurrenten staan. En ook vanwege de brandstof, want die was al op. Sorry. Kimi Räikkönen is ook binnen.
Dus beide zouden ze weer terug waar ze stonden. Light... 10 minuten nog hevige regen. En daarna gaat het over in lichte regen. Wat voordeel is voor ons, want dan kunnen wij wat harder gaan pushen. En hopen dat wij door kunnen naar Q2. En stel dat het nog regent in Q2, dan mogen wij in de race zelf bepalen waar wij staan. Wij zijn inmiddels doorwezen naar P2 op een tiende van Nico Hulkenberg. Want Vettel is 4. Leclerc nu snel met een 1.49.2. Wij staan nu op 14e van de tijd. Hamilton duikt eronder. Ricciardo duikt eronder. Heel veel mensen duiken eronder. Maar wij houden gewoon nu door onze plek. Bottas naar P2 verwezen op 14e. En iedereen is binnen, zo te zien. Behalve Kimi Räikkönen. Die is er nog voor gaan zitten. Eigenlijk niet als gehoeven, want hij staat gewoon safe. 304 km per uur en dat is onze snelste tijd in de speed trap. 19e dus en de kwalificatie nummer 1 zit erop. En wij zijn naar de 13e plek verwezen. Op een paar duizendste van Kimi Räikkönen. Dus ja, dat belooft nog wat. Weber niet door, zie ik. Devin Butler wel volgens mij. Dus ja, dat belooft nog wat in Q2. Waar het hopelijk nog regent, maar niet zo hard. Dat we de intermediate banden kunnen gebruiken. De vraag is dat ook zo? Nee, wij moeten nog steeds de wetbanden gebruiken. En we gaan nu dus een outlap doen. En kijken hoe de conditie voelt. Want het kan zijn dat natuurlijk in deze omstandigheden natuurlijk de track wat droger wordt. Dus dat wij naar intermediate banden kunnen gaan switchen. Het is al wat minder opgehouden met regenen zo te zien. Dus ja, ik ben benieuwd. De pitlimiter dus nu uit. En nu kunnen wij de auto zelf gaan besturen. Het is wat lichter geworden, zie ik. Ik weet niet of dat in Q1 ook was. Light rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Hard to say. Inters all wet, so better. Licht regen gaat nog door terwijl wij. Ik zie de track limits. Dus als wij deze tijd en de volgende tijd wordt niet meegeteld. En mijn ingenieur zegt dat de wet of de intermediate banden geschikt zijn. Ze maken niet echt verschil. Dus of je op de wetbanden nu je tijd neerzet of de intermediate banden, het zou ongeveer gelijk moeten zitten. Maar ik denk dat het doorgaat naar de intermediate banden en dat wij in Q3 denk ik naar de inters gaan overstappen. Want in Q2 gaan wij gewoon nog door op de wetbanden. Aanbeland bij start-finish en Vettel heeft een 1.48.7 laten noteren. En wij een 1.52.3. En nu kunnen wij onze echte ronde gaan toepassen. En we moeten wel uitwerken dat we geen foutje maken. Vettel ook op de wetbanden naar buiten, niet op de inters. Ik had verwacht dat hij even ging wachten in de garage. En als het zo bij was dat hij op inters ging, terwijl we daar de auto gewoon bijna kwijt zijn. Een gigantisch moment overstuur. En wij blokkeren daar ook Max Verstappen. Die laten we hier voorbij. En onze ronde is dus weg. Gigantisch moment overstuur. Ik nam daar te veel speed exit mee en verloor dus de auto. Oké, dus de tijden worden sneller, zeg maar, ingenieur. Omdat het wat droger wordt. En ik besluit dus om op inters naar buiten te gaan. Volgens mij zijn er dat meer jongens die dat doen. Ja hoor, Lewis Hamilton gaat ook op inters. 20 minuten lichte regen. Is het toch moeilijk te zeggen of de inters of de wets beter zijn. Maar ik ga een gok wagen en op inters dus proberen om ons in de top 10 qualifying te kwalificeren. Ik hoop het. Zo niet, dan is dat een niet zo fijne gok. Ook fijn is nu dat iedereen niet op de baan is. Dus ik heb nu een vrije baan. Ik heb geen last van dirty air. En kan gewoon mijn ronde gaan beginnen. We zijn inmiddels bijna 15e boven onze tijd.
oftewel ja, eigenlijk de Delta, 15e eronder, inmiddels bijna 17e. Inmiddels aanbeland bij start-finish. En we zetten de snelste tijd in met een 1.47.2. Met nog 3 minuten en 34 seconden op de klok. En wij gaan nu naar binnen om te kijken of wij die P1 kunnen vasthouden, ja of nee. Bottas en Hamilton 2 en 3. Dus misschien moet Mercedes voor ons oppassen. Ik hoop het. Maar we zullen zien. En nog 3 minuten en 13 seconden op de klok. Inmiddels zijn er dat er 10 geworden. Niemand gaat meer naar buiten, zie ik. Twee ronden fuel nog te gaan en wij duiken naar binnen. Want de sector 1, 2 en 3 waren hartstikke slecht. Het waren gewoon een verslechtering van onze tijden. En nu gaat iedereen naar buiten. Dus dit is een gok die wij dus doen. Want wij kunnen, we hebben geen tijd meer om een nieuwe fastest lap te zetten. Dus nu moeten wij hopen dat de rest niet gaat spreken. Want iedereen is nu buiten op de baan. Kimi leidt. En nu moeten wij toezien, afwachten hoe de rest gaat, hoe het de rest gaat doen. Als zij beter doen, dan zijn wij de Sjaak. Maar ik hoop het niet, dus we zullen zien. Nog steeds P1 met nog een paar seconden op de klok. Our best lap so far is 1.47.2 is onze snelste rondetijd. Hamilton zit er 3/10 boven. En is snel in de laatste sector. Die is daar maar een paar duizend sneller dan ons. En we spoelen de tijd gewoon door. En we zijn door naar Q3. Gelukkig. Op maar 60.000 heeft Perez ons niet gepakt. Dat was close. Maar we hebben het gered. Dus nu gaan we door naar Q3. En die gaat ook in de regen worden verreden. En misschien maken we wel kans op een goede startplek. We zullen zien. Als het P10 is, is het ook niet erg. Want ik ben daar dan ook hartstikke blij mee. Jammer dat Kimi het niet had. Maar ja, dat is weer een voordeel voor onze rivaliteit na de kwalificatie. We pakken de laatste set intermediate mannen, want die zijn 2/10 sneller, want deze zijn vers. Nou is dat wel een nadeel, want dan kan ik mijn tweede run moet ik op deze intermediate banden zetten. Ik heb geen nieuwe set intermediate banden meer, dus misschien kan dat in mijn nadeel werken. Maar goed, we zullen zien wat het gaat worden. We hebben een Renault voor ons. Volgens mij is dat Nico Hulkenberg of Daniel Ricciardo. Ik weet het niet, ik gok Daniel Ricciardo. En het is, laat eens zien wie dat is. Kevin Magnussen. Ja, sorry. De driver transfer, tuurlijk. Kevin Magnussen. Die is vervangen door Nico Hulkenberg. Dus is Kevin Magnussen in zijn Renault. En hoe moet ik die heel voorzichtig aan gaan doen? Rustige lijn nemen. Niet te veel overstuur. Hebben we gelukkig niet. Dat is goed. Want in Q2 hadden we een gigantisch moment. Int is nog steeds de beste optie. Ricciardo met de snelste tijd 1.46.3. Hij schiet er wel even wijd. En onze tijd wordt een 1.46.2. Ricciardo had trouwens 1.46.7. Mijn fout. Ik maakte een fout met de tijd. Met het zeggen van de tijd. Gaan we door naar de garage en kijken wat onze startpositie is. En die is op dit moment P8 met nog 5 minuten en 30 seconden te gaan. Op 1,5 seconden van de pole van Lewis. Die zit er 3/10. Boven Valtteri Bottas. Sorry, Valtteri Bottas zit 3/10 boven de tijd van Lewis Hamilton. En ja. Met nog 2 minuten en 50 seconden op de klok. En we gaan dus weer naar buiten voor een outlap. De beide Ferrari's zijn er dus ook uit. De Red Bull ook. En ik denk dat wij nu als laatste over start-finish gaan.
Nee, want er is nog iemand achter ons. Een Renault. We hebben geen vestje set in, dus dat kan misschien in ons nadeel vatten. Ik hoop het niet. En we gaan gelijk op besparingmodus. Om alles te bewaren voor die laatste ronde. Want die Hulkenberg daar ons wel even in de weg zit. Maar we hebben hem gepasseerd. Ja, dat heeft nu geen zin, Jeff, want de sessie duurt nog maar 2 minuten. Dus dat heeft geen zin. Oh, ik zie de track limits, dus deze ronde telt niet mee. Maar ja, deze ronde telt eigenlijk ook niet mee, want we hebben gewoon een outlap. Voor ons Daniel Ricciardo. Inmiddels een tijd aan het neerzetten en het is P5. Nou, goed gedaan. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Hamilton is op pole, Bottas 2 en Leclerc 3 en wij starten dus vanaf P5. En Magnussen stunt met P4. En maar 8000 verschillende met onszelf en Kevin Magnussen. Dus ik ben benieuwd naar de race. Wij zijn wel dom geweest om maar op 1 set in te gaan. Als we nou op de 2e set hadden we misschien naar P3 kunnen gaan. Wie weet. Good day today. Let's have your take on it. It's been a great qualifying session for you. Are you going to carry that momentum into the race? Ja, ik hoop dat we die in de race kunnen voortzetten. The weather hasn't been ideal in qualifying. What's your take on it? Ja, gewoon goed passeren in de regen. Sportsmanship increased. Ik wil toch even de team even helpen. Denk ik dat het de zon, want ik heb nog niet gekeken namelijk. Het team toch weer over de drempel zetten van sportsmanship. Ik kruip er alweer beter naartoe. Nu wil ik er nog beter naartoe kruipen. De race. Maar eerst naar de datacenter voor de resultaten en de resource points voor de upgrades in Duitsland. En daarna gaan we door met de race. Ja, wij verliezen dus rivaliteit met Kimi Räikkönen weer ten opzichte van Lucas Weber. De resource points aan het einde van het weekend. Zijn er best wel veel hoor. Hoppa, 150 in totaal en dat brengt ons op 728 in totaal. De reputatie met ons huidige team is gestegen, ook met de andere teams is ook gestegen. We kruipen meer richting de veteran toe. En we zijn een sportsmanship. We kruipen ook. Ik denk dat we dat een succesvol qualifying kunnen. We should be in with a good chance in the race. Nou, dat hoop ik ook, Jeff. En we gaan het dus zien in de race. Eerst even kijken naar de R&D tree. Powertrain. We kunnen die pakken. Ons chassis hebben we dus gekocht en we gaan dus door naar de race. The pain of parting is nothing to the joy of meeting again. And how joyous indeed it is to be back at Silverstone once more for the British Grand Prix. The queues to get in this morning extended miles back down the A43, such as the enthusiasm for Formula One in this country. The 3.6 miles of the Silverstone circuit in Great Britain is hallowed ground to the Formula One faithful. We have 18 corners that wrap around this former World War II airbase and some good passing opportunities at the end of the DRS zones.
Alongside me to discuss all the action today is Anthony Davidson. And thanks for joining us, Ant. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, the surface looks clean enough, but I'm a little bit worried about the track temperature. It's pretty cool out there, which could give some teams difficulties when it comes to keeping their tyres in the right operating window. The cars out there that work their tyres hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Magnussen, the Professor, and Vettel, Verstappen, Gasly, Ricciardo, and Nico Hülkenberg, Perez, Grosjean, Kimi Raikkonen, and Norris, Sainz, Butler, Lucas Faber, and George Russell, Stroll, and Alexander Albon picks up the last spot on the grid. And now it's time to head down to the track. Nou, hier zijn we dus in onze eigen cockpit. Sorry. En de race gaat even bekijken, wat meer fuel meenemen. En dan gaan we beginnen met de race. Sorry. Kijk misschien naar een andere strategie, maar dat doen we gewoon denk ik niet. Nou, we kunnen dus beginnen met de Grote Prijs van Engeland Career aflevering 11. En de lampen zijn uit en we kunnen onderweg. En we hebben een niet zo lekkere start, want Magnussen is al gelijk beter weg. Vettel is ook al beter weg. Het is daar krapjes met... Wat zeg ik nou? Het is daar niet krapjes, sorry. We gingen daar wijd, maar we pakken P4 weer terug. En Leclerc is al gelijk aan het dringen bij Valtteri Bottas. Hamilton heeft de leiding dus behouden. En Magnussen naar P5, geen gedoe bij de start zie ik op de kaart. Dus geen gele vlaggen, niks is uitgevallen, geen onderdelen kapot. En nu kunnen we misschien naar Charles Leclerc toe rijden. Ik hoop het, we zullen zien. Vettel is dus Kevin Magnussen voorbij. 14 ronden nog te gaan, inclusief deze. We zitten er wel even wijd. Hier, Packets en Kops. Altijd prachtige bochten dit. En dan door naar Stowe. Een lang rechte stuk waar de Ferrari motor ons voordeel heeft. Paars in de tweede sector zie ik. We rijden in de slipstream van Charles Leclerc. Daar komen we met de aanval op het podium. Positie P3. Al gelijk de ronde ermee toeslaan, zo hoort het. Bottas kruipt naar Lewis Hamilton toe, maar kan geen aanval wagen. We hebben nu Charles Leclerc achter ons. Ronde nummer 2 is ingezet en Hamilton heeft een 1.36.4 laten noteren. Tot nu toe de snelste raceronde, dus hij krijgt een extra punt. Inmiddels ronde nummer 3 en Charles Leclerc zit hier te kijken voor een revanche. Daar duikt hij aan de binnenkant. Hij zit aan de binnenkant, we raken elkaar. En Vettel heeft een cadeautje gekregen en we hebben Charles Leclerc geraakt. Virtual safety car vanwege dat ongeluk en Charles Leclerc heeft maar een positie verloren aan Max Verstappen. We moeten een positieve Delta lap zien te vinden en daar moeten wij ons aan gaan houden. Sorry, Vettel met de snelste raceronde, dus krijgt nu in plaats van 15, 16 punten. En het is een groot gat naar Verstappen. Kijken wanneer deze virtual safety car gaat eindigen, want er is niet zoveel aan de hand. Oh, we zijn iets snel en nu weer zijn we dus nu weer goed. Ja, vond je deze video leuk? Randen op de like knop. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2009, de Career Mode en Polyverse 2 Career. Volg me ook even op de sociale kanalen, links in de beschrijving. En druk op het om niks meer te missen. Bij de abonneerknop staat rechts van de abonneerknop. En ja, de race heel beter kan ook niet worden. De virtual safety car is dus geëindigd. En de race control heeft dus bepaald dat DRS weer
beschikbaar is. We rijden daar wel even een wijdere lijn. En we moeten zorgen dat we hier een wat topsnelheid pakken ten opzichte van Sebastian Vettel. En Kimi Raikkonen is naar binnen. Kimi Raikkonen naar binnen. Of is dat Charles Leclerc? Dat is Charles Leclerc, sorry. Zeg ik dat goed? Ja, ik kan die rode stip niet goed zien. Ik weet niet wie het is. Ik denk dat het... Nee, het is Kimi Raikkonen. Geen regen op dit moment. En Kimi Raikkonen is dus naar binnen geweest. Ik weet ook niet waarom. Hier de snellere chicane. We zitten er wel even wijd. Maar we komen weer netjes terug op de track. Vettel heeft het zwaar. Want wij rijden hier gewoon naar hem toe. En we kijken voor een aanval. DRS dadelijk beschikbaar voor ons. Hamilton en Bottas knokken voor de leiding. En wij knokken hier voor P3. De Nederlander en de Duitser. Net als met Max Verstappen en Sebastian Vettel. Daar zitten we aan de binnenkant van Sebastian Vettel. En dat is P3. Oh, maar we zien er wel even wijd. En Vettel kan hier weer terugkomen. Ja, Vettel heeft de plek weer veroverd. Maar wij kunnen hier diep in hebben. Dat doen we ook. We blokkeren er wel even. Oh, we zien er ook een klein beetje door zelfs. En Vettel wordt hier gewoon volledig geblokkeerd. Maar wij pakken P3 weer terug. Ronde nummer 5. Vettel zit hier weer te kijken hoor. Die duikt in de slipstream. Daar is hij met de aanval aan de binnenkant. Maar wij slaan die aanval af. Gelukkig. Hamilton nog steeds naar P2. Bottas nog steeds aan de leiding. En we gaan dus nu naar binnen. En wie gaat er met ons mee? Sebastian Vettel. Gasly is niet naar binnen geweest. Valtteri Bottas is naar binnen volgens mij, als ik dat goed zeg. Ja, Valtteri Bottas naar binnen. Hamilton is buiten en die gaat voor de overcut. En nu wordt het hier dringend geplaatst in de pits, want heel veel teams gaan naar binnen, zie ik. Wat wordt onze pitstop? Goeie stop, 2.2. En we komen voor Sebastian Vettel weer naar buiten, gelukkig. Nou, wat krijgen we dus ook als doel om de oren, ja. We moeten dus deze compound tot het einde van de race zien heel te houden. Zo niet, dan is onze podiumplek, virtuele podiumplek, gewoon kwijt. Want de jongens voor ons moeten we allemaal stoppen, behalve Valtteri Bottas. Sorry, pardon. En we hebben wat fuel en uurs bespaard in de pitlane. 24,1 seconden langzamer vanwege de pitstop. En we zitten al gelijk 1,2 naar Vettel. Dus Vettel heeft het zwaar. Die heeft ook Pierre Gasly, zeg ik dat goed? Of mag ik een stap achter ons? Het is geel. Het is geel. En wie is eruit gevallen? Is dat een Williams? Is dat George? Is dat Lucas Weber? Oh, Alexander Albon is uitgevallen. Weer een virtual safety car. We kunnen de Delta dus weer in het groen zien te behouden. Gasly is naar P4 gegaan, dus die heeft Vettel geovercut. Interessant. En nu wordt het dus gevecht met nog 400 te gaan voor een podiumplek. Want Bottas is eigenlijk in principe al naar P2. Virtueel. Hamilton nog steeds aan de leiding. Denk ik. Ja, nee, sorry, die is niet aan de leiding. Volgens mij is Kimi aan de leiding voor een racing point. Delta wat rood. En nu moeten wij houden dat de Delta weer in het groen is. Virtual Safety Car gaat dus eindigen en nu kunnen wij dus weer onze Z-Space gaan rijden. Incident is dus weg en nu kunnen we weer op het gas trappen. Raikkonen en de Racing Point, ik denk dat het Lance Stroll is. Of Sergio Perez, die zijn nog niet naar binnen. Het is geel. Het is de auto van Lucas Weber die nu wordt weggehaald. Gasly zit achter ons. 0.1. We hebben fuel en eus bespaard tijdens deze virtual safety car fase. Dus dat is goed met nog 2 ronden te gaan. We komen hier op het lange rechte stuk waar de Ferrari motor het beste tot nu toe is. 17,5 seconden is het verschil naar Kimi Raikkonen. En Pierre Gasly kan hier niet aanvallen. 68.000ste zijn wij langzamer dan onze beste tijd. En Gasly volgt ons nog steeds. Die zit hier ook te kijken.
Ik zie die veel dichter en dichter bij ons komen. Gasly kan hier niet aanvallen, maar we schieten hier wel een klein beetje door. Maar het is geen ramp, want wij kunnen hier de auto breed houden en zo onze virtuele podiumplek verdedigen. Hulkenberg naar de leiding, maar die zijn naar binnen. Raikkonen en Hulkenberg naar binnen. Het was dus geen racing point, terwijl wij daar wel even verdedigen naar Pierre Gasly toe. Hij wil naar binnen duiken, maar wij blokkeren daar de deur. Gasly niet aan de buitenkant, we blokkeren daar wel even. Oh, ik zie er ook een klein beetje door, zag ik. Kimi heeft de racing point gepakt. 3 ronden fuel remaining, met nog 2 ronden te gaan. Daar komt Pierre Gasly niet, maar daar is ook Vettel. En Vettel heeft de aanval ingezet op Pierre Gasly, dat geeft ons even lucht. Want wij nu even niks en geen druk voelen. Vettel heeft die aanval niet kunnen wagen aan Pierre Gasly. Die heeft een aanval gewaagd, maar is dus niet geslaagd om die aanval te plegen. Positie te pakken. En Pierre Gasly heeft die missnelheid. Wij verdedigen de binnenkant, hoop ik. Doen we dus niet, want wij houden de auto gewoon breed. Ik denk, misschien moeten we naar de binnenkant, maar dat hoeft dus niet met nog een ronde te gaan. Gasly keek daar wel even voor. Gasly keek daar aan de binnenkant. Field is looking really good. Dankjewel, Jeff. En dan moeten wij deze ronde gewoon cool zien te houden. Gasly zit hier wel dicht op onze auto, hoor. We moeten hier nu alles overgooien en we hebben nog genoeg fuel en urs over. Maar een tiende is het Gasly van ons verwijderd. Daar komt hier Gasly met de aanval. Vettel drinkt ook aan. Gasly naar de buitenkant. Maar wij verdedigen hier weer heel erg goed. De laatste ronde is inmiddels ingegaan voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Onze laatste ronde gaat ook zo in. En als deze goed blijft er alweer op. Laatste ronde van de race, daar komt Pierre Gasly aan de binnenkant. Maar wij verdedigen weer heel erg goed. En Gasly moet daar gewoon vol op de rem. En wij nog steeds op een podium. En hopelijk dat wij deze podiumplek kunnen vasthouden tot aan het einde van de race. Dan is dit onze tweede podiumplek op een rij. En onze tweede achtereenvolgende podiumplek in ons debuutseizoen in de Formule 1. Gasly is nu weg aan het trekken, dus wij rijden dus sneller. Vettel heeft de aanval ingezet op Pierre Gasly, maar Gasly verdedigt nog hard. Die verdedigt hard, wat ook goed is. En daarmee helpt hij mij aan het wegrijden van Vettel en Gasly. 1,2 seconden naar Gasly. Zijn nog verse mediums. 3 ronden oude banden heeft Pierre Gasly, maar dat boeit ons niet. Want wij rijden nu gewoon naar een podium toe. Ja, wat in de Bottas knokken nog voor de leiding. Vettel is naar P4. Die is er nu voorbij, maar Gasly heeft dadelijk een DRS. Dus kan hij dadelijk weer terugkomen. Eén ronde fuel remaining. Paas in de tweede sector, dat is goed. En Lewis Hamilton is dus in de laatste bocht en die wint dus de roodwijd van Engeland. Valtteri Bottas voor tweede. En als wij deze bochten hebben afgemaakt, dan finishen wij als derde een hele goede wedstrijd. En wij pakken dus onze tweede achtereenvolgende podiumplek in de Formule 1. Wij finishen dus als derde in de GB van Engeland. Well done, good finish. You stepped up and achieved what we asked. Good job. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks.
So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. Nou, de uitslag vroeg is hem te winnen deze wedstrijd. Valtteri Bottas vindt dus als tweede en wij vinden dus als derde. Vettel heeft een extra punt te pakken. Wij zijn dus verwezen naar zijn trapper, ik weet niet, P8, want we pakken daar net Ricciardo. En we trappen dichter bij Kevin Magnussen. Let's move on to the constructors. Mercedes continue to extend their lead. Another team that will be satisfied with this Grand Prix. Albon is dus uitgevallen. Wij zijn met ons team voorwezen naar P6. We hebben Racing Point gepakt. We kunnen misschien nu de aanvang open naar Renault, volgens mij, als ik dat goed zeg. We gaan dus gewoon door naar de interviews. Of misschien de datacenter, en dan is deze aflevering er alweer op. Good day today. Let's have your take on it. Judging from today's race, it must be pretty hard to fend off Devin when he wants to pass. Wat? Ik weet niet waar zij het over heeft, maar heeft zij de goede race wel gekeken? Devin Butler, wat? Op daar zien in ieder geval gestegen. Ja, dat klopt. Het was gewoon bijzonder mooi om daar gewoon op het podium te staan. Sportsmanship increased. It's safe to say you're smashing everyone's expectations, isn't it? Ja, dat klopt. Oké, well, doei Claire. Dan gaan we nog even naar de datacenter, de reputatie even kijken met het team en dan is deze aflevering er alweer op. Nou, de resultaten, sorry van de rivaliteit. We winnen ten opzichte van het team Raikkonen, we winnen ook ten opzichte van Lucas Weber. Resource points. We hebben er dus veel behaald. In totaal 800 en dat brengt ons totaal op 1031. Team goal is ook behaald, 400 extra en de reputatie is weer gestegen bij ons team. En ook bij andere teams. We kruipen richting de veteran en ook delen in het sportsmanship. Nou, dit was het video mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat van een like achter als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van de Wetenschap Career Mode en Project Australia Career Regio. Weet het allemaal worden. Volg me even op sociale kanalen, links in de beschrijving, op Instagram, Facebook en Twitter. En dan zou ik zeggen, een fijne dag verder dan ziens. Tot de volgende keer bij Wetenschap 19 Career Mode. En dan gaan we verder in Duitsland. Een fijne dag verder en tot ziens.